In de Formule 1 is het al gelukt. Dus het organiseren van zo'n groot evenement, misschien Formule 1 een stapje groter dan me, dat is gelukt om dat naar Nederland te halen. Hoe mooi zou het zijn voor de racesport in Nederland, ja, om ook zo'n E-Prix te hebben? Ik denk dat dat wel heel mooi zal zijn. Vooral omdat Formule 1 echt een serie is die, zeg maar, ja, de racing naar de stad zelf brengt. Hè? Dus de planning is echt om een baan te hebben midden in de stad, midden in het centrum in Eindhoven. En dat is voor mij persoonlijk zeker het doel. Ik wil niet ergens in een industrietrein zitten. Dat houdt toch wel een beetje van soort van sfeer weg, vind ik zelf. We doen het ook in Parijs. We rijden midden in de stad in Parijs rond en in Rome ook. Dus ik denk wel dat het genoeg overweegt brengt om fans te laten komen naar zijn wedstrijd. Wat kun je zeggen over hoe de Formule 1 jou bevalt? Heel veel mensen eigenlijk, zo goed als iedereen, onderschat Formule 1. De racewereld zelf, hè. Ik heb ook alle stappen ondernomen van single seaters Formule BMW. Ik heb in de Formule 1 wereld zelf ook gezeten. Ik heb vaak genoeg in een Formule 1 auto gezeten, getest en zo. Maar ja, de Formule 1 auto zelf, hij gaat wel iets langzamer. Maar het is een hele ingewikkelde auto om te begrijpen. We hebben heel veel software onder de kap zitten. We zijn alleen maar met de software bezig. We hebben echt een softwareoorlog gaande met alle teams. Dus het is een van de moeilijkste auto's om te begrijpen. Ja, en om dit jaar heb je natuurlijk veel pech gehad. Wanneer ga je het omdraaien? Nou, hopelijk volgende wedstrijd. Want die pech heb ik wel een beetje mee gehad. We hebben een sterke auto. In Mexico moest ik sowieso op het podium eindigen. Dit is helaas niet zo gebeurd door een crash eigenlijk, wat niet mijn fout was. Maar je hebt af en toe van het seizoen ertussen zitten. Dat heeft Max ook gehad met die Renault motor, 3 jaar geleden of 2 jaar geleden. Dus dat is de autosport jammer genoeg, dus hopelijk kunnen we dat binnenkort omdraaien. Je hebt natuurlijk nog een side event om het even zo te omschrijven. Je bent actieve coureur dit jaar, naast de Formule 1 ook de DTM. Hoe kijk je daar naartoe? DTM begint eigenlijk volgende maand. De eerste wedstrijd is in Zolder. Nu eigenlijk, het hele Formule 1 circus is volledig onderweg. We zijn al, we komen net terug van Marrakesh. We hebben ronde 5 al gehad, als ik me niet vergis. Dus we zitten in dat opzicht midden seizoen de Formule 1. Dus alle ogen van mij zijn gericht op volgende wedstrijd in Rome. En dan moeten we kijken hoe het allemaal voor de rest gaat lopen. Maar ja, de voorbereiding zal langzaam gaan komen met DTM wel. Ja, de DTM, ik neem aan voordat het seizoen begint dat je ook gewoon met die auto gereden wil hebben. Of stap je in en kun je dan meteen competitief zijn? Dat hopen we wel, hè, sowieso. Maar we hebben 3 dagen testen, ergens midden deze maand, midden in maart. Dus die planning staat al vast. Mijn hoofd is de 16, 17, 18 maart in Hockenheim, als je me niet vergist. Dus vanaf dan gaan de voorbereidingen beginnen.